Oh mijn god, zit je nou een Sarah Marieke video te kijken met een andere kleur achtergrond in plaats van wit? Oh my god! Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Mijn eerste video met een andere kleur achtergrond. De achtergrondkleur is oranje, maar op de een of andere manier is hij op beeld rood. Dus ik ga een andere kleur halen waardoor die gewoon echt oranje is. Maar ik vind rood ook wel iets hebben, dus whatever. Vandaag ga ik een full face maken met Makeup Revolution Makeup. Ik heb van hun nieuw hun foundation en concealer. Maar dit is de Hydrating Foundation en Concealer. Die zijn allebei nieuw. Heb ik besteld bij Pussy Shop. En ik heb ook een heel PR pakket gehad van hun met allemaal producten erin. Dus ik dacht in plaats van alleen maar de twee nieuwe producten uit te proberen, ga ik gewoon een full face met Revolution maken. Ik heb al super veel make-up van hun. Dus ik heb echt meer dan genoeg voor een full face. De meeste producten heb ik al en een aantal zijn nieuw. Dus we gaan gewoon een beetje nieuw met oud mixen. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar deze twee producten. En als je Revolution kent, weet je dat het een heel betaalbaar merk is. Dus het is ook weer een betaalbare make-up video. En dat is altijd extra leuk, want dan hoef je niet veel geld te besteden. Het is, by the way, vandaag ook iets van 28 graden. Dus ik heb weer de ventilator daarachter aan staan. Dus als je een beetje een achtergrondgeluid hoort, dan weet je ook hoe dat komt. Oeh, ik voel me zo raar met een andere kleur achtergrond. Heb je ooit iemand zo blij gezien met een achtergrond? Like, what the F. Maar goed, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Vandaag maak ik weer een ooglook die een beetje aan de heftige kant is, like always. Dus ik begin eerst met de ogen en dan het gezicht. Ik heb echt een super groot PR pakketje gehad van I Heart Revolution. Dat is een ander soort make-up merk, maar het valt wel onder de Revolution tak. Dus die mix ik vandaag ook gewoon erbij. En hun hebben heel veel oogschaduwpaletjes. En ik heb ze bijna allemaal gehad. En ik heb hier het I Heart Revolution Turkey's Delight paletje. Die leek mij echt een van de mooiste van alle, volgens mij 8 paletten die ik heb gehad. Of iets meer dan 8. Volgens mij 10 of zo. I'm not sure. En dit paletje ben ik echt super benieuwd naar. Ik had hem al gezien online. En ik vond hem toen al heel erg mooi. En ook de make-up looks die mensen ermee maken. Echt super mooi. Zo ziet hij eruit. Gewoon eentje van de chocoladepaletjes. Die heb ik ook echt een heleboel. En dit zijn dan de kleuren. Echt wowie. Super mooie kleuren. Ook heel veel heftige kleuren. Deze zijn zo van dat grove glitterachtige spul. Dus dat vind ik ook altijd heel erg mooi in paletjes. En I really like it. En ik ga hier gewoon een hele leuke look mee maken. Het enige wat ik vandaag niet gebruik van Revolution is mijn oogschaduwprimer. Want ik gebruik mijn MAC Soft Ochre. Een hele fijne oogschaduwprimer. Dit omdat ik geen oogschaduwprimer heb van Revolution. Ik had er volgens mij wel eentje. Maar volgens mij vond ik die echt helemaal niks. Maar ik kan het me niet meer zo goed herinneren. Nou, mijn ogen zijn geprimed. Dan gaan we in met het paletje. Ik weet nog helemaal niet wat voor look ik ga maken. Maar wat ik wel weet is dat ik zoveel mogelijk kleuren wil gebruiken als kan. Ik begin eerst met de hele lichte roze matte kleur. Die heet Candy. En met mijn grote ronde fluffy kwast ga ik die zo aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik maak van die ronde bewegingen. Want ik ga vandaag voor een beetje een ronde look. Een beetje een halo eye. Nou, je kunt de kleur bijna niet zien op mijn huidskleur. Het is ook echt een hele lichte kleur. Als je lichter bent dan ik, dan ga je hem waarschijnlijk iets beter zien. Dan pak ik de iets fellere roze kleur, die heet Roses. En daarmee ga ik ook weer zo in mijn arcadeboog. Hier komt echt al gelijk iets meer kleur vanaf. Die is iets meer fel. Wow, echt een super mooie roze kleur. Dan pak ik de oranje matte kleur, die heet Gummy. En met mijn platte fluffy kwast ga ik die zo hier indrukken in de buitenste hoek. En dan breng ik hem ook aan in de binnenste hoek, want ik ga een halo eye maken. En dan pak ik weer een klein beetje van die roze matte kleur. En daarmee ga ik met de grote fluffy kwast weer een beetje zo in mijn arcadeboog. Om alles een beetje mooi te blenden in elkaar. Zo mensen, dit gaat echt een hele kleurrijke look worden. Dan heb ik hier nieuw de Revolution Cut Crease concealer-achtig product. Die is dus speciaal gemaakt voor een cut crease. En ik maak heel vaak ooglooks met een cut crease, dus ideaal. Ik heb hem in de kleur medium. Je hebt hem ook in een aantal kleuren, in 4 kleuren. Ook nog een lichte kleur en zo. Maar ik had dus bij iemand anders gezien dat de kleur medium echt al best wel licht was. Dus ik ben ook gewoon gegaan voor medium. En als ik er zo naar kijk in de verpakking, is hij inderdaad heel erg licht. En dan ga ik een halo maken, dus een cut crease zo een beetje in het midden. Zo ziet het eruit. Het is dus met een kwastje, maar er komt echt heel veel op het kwastje. Kijk.
Maar ik weet niet of dat kwastje echt heel handig gaat zijn, aangezien die echt helemaal onder product zit. Ik ga het wel gewoon proberen. Ja, er komt echt veel te veel vanaf. Ik kan niet echt alleen dit kwastje gebruiken. Dus ik moet echt ingaan met een andere kwast. En dan ga ik het gewoon hiermee een beetje uitblenden met een Halo Eye. Nou, ik moet zeggen, ik vind het echt een heel fijn product. Ik vind het ook een heel leuk concept. Zoiets bestond volgens mij niet. Ik maakte gewoon altijd mijn cut crease met concealers. Je had niet echt een product speciaal voor een cut crease. Hij voelt een beetje dikkig en plakkerig aan. En hij dekt ook heel mooi, zoals je kunt zien. En dat vind ik heel erg fijn. En nou gaan we ervoor, jongens. Ik ga eerst beginnen met de roze glitterkleur. Die heet Delight. Focussen. Ja, hier is hij, die light. En ik weet niet zo goed of dit een product is die echt per se met je vingers moet aanbrengen of niet. Maar ik ga toch mijn kwast nat maken. En dan breng ik deze kleur zo aan op de cut crease. En dan een beetje aan de zijkanten. Ik denk dat het echt zoiets is wat je moet aanbrengen met je vinger. Op zich lukt het wel. Maar ik ga toch een beetje proberen met mijn vinger. Ja, met je vinger brengt hij toch wel iets meer aan. En dan ook zo in de binnenste hoek. Ik vind het er al wel heel mooi uitzien. En dan wat ik wil doen. In het midden wil ik de geel-groenige kleur aanbrengen. De glitterkleur, die heet Lemon. En die ga ik gewoon aanbrengen in het midden. Voor een groenige pop of zo. Ik weet echt niet wat ik nou allemaal doe. Maar ik ga het gewoon doen. Die breng ik zo aan in het midden. En dan ga ik het gewoon een beetje mixen met de roze glitterkleur, als dat lukt. Wat ik wel vervelend vind, is dat je er niet echt mee kunt spelen. Als je het aanbrengt en dan een beetje wilt blenden, dan lukt dat niet echt. Dan gaat het er gewoon van af. Dat vind ik wel een beetje minder, maar oké. Okay. Kijk, nou heb ik het een beetje uitgeblend in elkaar. Op zich is het wel mooi, het gaat wel. En dan pak ik weer een beetje van de roze kleur en dan blend ik die ook weer in. En dan pak ik weer een beetje van die oranje matte kleur. En die breng ik dan nog iets meer aan hier in de hoeken. Zo, dit is dan nou een beetje wat het is. Ik vind het wel hele prachtige kleuren. Dan pak ik deze normale glanzende paarse kleur. Die heet Pomegranate of zoiets. En ik weet dat het een glanzende kleur is. Maar ik ga het toch pakken met mijn kleine fluffy kwast. En die ga ik dan een beetje in de hoeken aanbrengen. Om het iets donkerder te maken. Zo, en ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Nou ga ik het andere ook doen. Zo, ik moet wel zeggen, ik vind het wel heel erg mooi. Mooie glitters. Maar het was wel een beetje een struggle. De glitters werken niet echt heel makkelijk mee. Ik ga nou even de fallout een beetje weghalen. Let dus wel op, er is wel echt fallout. Nou, ik ga verder geen eyeliner opdoen. Dus gewoon de mascara. Ik heb hier de Revolution Waterproof Mascara. Vind ik echt een van de fijnste waterproof mascara's. Hij maakt ze altijd super lang en ook zo mooi gekruld. En dat vind ik heel erg fijn aan deze mascara. Dus die ga ik gewoon zo aanbrengen. Als nep wimpers gebruik ik mijn Tati Wimpers TL4. Want Revolution heeft geen nep wimpers. Of volgens mij hebben ze die wel. Maar die zijn volgens mij niet echt te koop of zo. I don't know. Ik heb er niet heel veel van gezien. Maar ik ga gewoon even deze opdoen. En dan kom ik zo terug om verder te gaan met mijn gezicht. Nou, wimpers zitten erop. Ik heb ook al mijn gezicht geprimed. Dus we kunnen gewoon gelijk beginnen met de nieuwe Hydrating Conceal and Define Foundation. Super fijn product voor vooral mensen met een droge huid. Of een normaal tot droge huid zoals ik, want hij hydrateert obvious. Er zit ook hyaluronic acid in en dat is echt geweldig voor een droge huid. En dit is hun normale. Hun normale Conceal and Define, die is ook meer mat. En die is eigenlijk meer ideaal voor de vettige huid, maar ik vind hem ook heel erg fijn. En dit is dan de Hydrating, gewoon een kleine verschil in de verpakking. Je krijgt wel nog evenveel product. Allebei volgens mij 23 milliliter als ik het goed zeg. Ja, allebei 23 milliliter. En ik heb ze allebei in de kleur F9.5, want dat is mijn kleur als ik iets bruiner ben. En ook een verschil is dat de Hydrating zo een pomp heeft en de normale Conceal and Define heeft zo een applicator. Heel veel mensen vinden zo'n applicator niet fijn, want dat vinden ze onhygiënisch, bla bla. Ik vind het op zich gewoon fijn, maar ik vind een pump ook fijn, dus who cares. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die de hele dag gaat presteren, want ik ga hem de hele dag ophouden. Het is nu 5:30 in de avond en ik ga straks uit, dus, oh ja, niet echt uit, ik ga iets drinken. En dan kom ik vannacht weer terug om te zien hoe alles nog zit. Ik ga heel even mijn beauty blender nat maken. Even melk drinken hoor. Even een beetje schudden, ik weet niet of dat hoeft, maar het zal wel. En dan breng ik gewoon een beetje aan op mijn beauty blender. Oh, mensen, ik ben net de trap op en af gegaan. Ik ben helemaal kapot.
Nou, hij zit heel mooi op de huid. Zoals je kunt zien, je ziet echt een glans. Het is echt een hydrating foundation. Hij is dus niet mat. Op beeld lijkt het alsof hij niet matcht met mijn huidskleur. Maar hij matcht wel gewoon. Maar op beeld maakt hij mijn huid iets meer wit of zo. Maar de kleur matcht gewoon in het echt. Nee, hij zit heel mooi op de huid. Maakt mijn gezicht heel smooth. Hij is echt precies als de gewone Conceal & Define. Maar iets meer dewy. Iets meer naturel. Nou, ga ik de concealer proberen. De Hydration Conceal & Define. Hij heet geen Conceal & Define. Oh mijn god, ik zeg heel tijd de Hydrating Conceal & Define. Maar het is geen Conceal & Define meer. Het is Conceal & Hydrate. Zo heet de concealer. En zo heet de foundation ook. Een foutje van de zaak. Hier is de normale en hier is de hydrate. Ik heb ze allebei in de grote verpakking. Ik weet niet of ze de kleine nog verkopen, maar die werden wel verkocht. Ik heb ze ook allebei in C5. En ik vind de concealer super fijn. Ik gebruik die ook altijd om mijn wenkbrauwen mooi strak te maken. Dus ik ben benieuwd naar de conceal en hydrate. Heeft ook gewoon dezelfde applicator. Vind ik een hele fijne applicator, vooral voor concealer, want hij brengt gewoon zo, kijk, makkelijk en snel aan. En hij is ook echt best wel groot, dus je bent ja, best wel snel klaar. Breng ik een beetje aan onder mijn ogen, ook een beetje op mijn kin en mijn voorhoofd en dan een streep zo omlaag op mijn neus. En dan inblenden met mijn beauty blender. Nou, de concealer is ook echt... echt heel mooi. Waarom zie ik er op beeld zo raar uit? Oh mijn god. Zoals je ook kunt zien is ook de concealer dezelfde formule als de foundation. Ook zo glanzend. Maar ik vind het heel erg fijn. Echt mensen met een hele droge huid gaan dit echt ideaal vinden. Of in de winter. Dus voor nu zit alles er mooi op. Ik hoop ook echt dat het gewoon zo blijft. Ik vind de andere conceal en defines ook heel erg fijn. Dus ja, ik verwacht op zich dat ik hem ook wel mooi ga vinden. Maar je weet nooit. Dus we will see. Een matte foundation blijft toch normaal altijd wel een stuk beter zitten dan een hydrating. Maar goed, we gaan het zien. We gaan nou een beetje afpoederen. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution Lace Poeder. En dan ga ik mijn gezicht en mijn neus contouren met dit Revolution Highlight & Contour paletje. En de kleur die ik gebruik is deze. Ik ga ook een beetje een pressed poeder aanbrengen onder mijn ogen. Voor extra dekking en extra verlichting. Zoals ik altijd doe. Wat mij wel een klein beetje opvalt. Wat ik ook wel had kunnen verwachten. Het is een hydrating foundation. Dus hij is niet mat. Hij is een beetje glanzend. Waardoor hij ook een beetje plakkerig blijft. Maar niet per se op een slechte manier. Maar dat is gewoon altijd hoe dat soort foundations zijn. Wat mij wel opvalt is. Ik heb nou ook echt gebaked en zo. En best wel... wat poeder aangebracht en de foundation en de concealer vinden het niet echt heel fijn. Ze werken ook niet zo goed mee. De poeder blijft een beetje erop plakken. Dus ik zou echt adviseren als je deze producten gebruikt om maar een heel klein beetje poeder aan te brengen. Misschien echt alleen maar zo hier, zodat je niet creased. En niet zoveel als dat ik nou heb gedaan. Dan een beetje een MAC Fix Plus om mijn gezicht weer een beetje mooi te maken en minder poederig. Zo, dan ga ik even mijn oogjes afmaken. Ik ga deze twee matte kleuren met elkaar mixen. En die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. Ik doe ook even een roze oogpotlood in mijn waterlijn. Dit is gewoon een potloodje van de Primark. En dan ook een beetje van de Revolution Waterproof Mascara op de onderste wimpers. En dan pak ik deze glanzende lichte champagne kleur. Ik weet niet hoe je die naam uitspreekt. I don't know. En die breng ik dan aan zo hier in mijn binnenste ooghoek een beetje. En ook een beetje zo op mijn wenkbrauwbot. Dan ga ik bronzen met mijn favoriete betaalbare bronzer. En die is toevallig van Revolution. En dat is de Revolution Mega Bronzer in de kleur 02 Warm. Echt een super mooie warme bronzer waar ik echt van hou. En hij is mat, dat vind ik ook altijd geweldig. Let alleen wel op, hij heeft best wel veel pigment. Dus breng echt maar een heel klein beetje aan. Want anders wordt het echt één grote vlekkerige bedoeling. En dat is niet wat je wil. Voor blush heb ik ook van I Heart Revolution twee blushes gehad. Even kijken. Dit zijn echt de meest cute blushes ever. Een aardbei en een peach is dit volgens mij. Dit is ook een hele felle roze kleur. En dit is echt een peachy kleur. Even kijken hoe ze heten. De roze kleur heet ook gewoon echt strawberry. En de peachy kleur heet peach. Ze zien er echt
te cute uit gewoon. Echt, I love it. Ik ben alleen aan het twijfelen welke kleur ik ga gebruiken. Wat me opvalt is dat de blushes mat zijn, maar het fruitje glanst. Dus er gaat wel echt een glans zitten op je blush. Omdat ik al echt een hele felle roze ooglook heb, is het misschien niet handig als ik gelijk ga voor roze. Nee mensen, ik ga voor peachy, anders wordt het echt een grote roze festijn. Oeh, kijk hoe cute. Gewoon wel een hele makkelijke, cheap verpakking. Dan als ik er gewoon zo met mijn hand overheen ga, is het toch aardig wat glans jongens. Maar het is wel echt een blush toch? Ja, soft shimmer blush. Nou, blush. Nou, dit is niet echt een heel soft shimmer, maar oké. Ik ga gewoon een beetje zo pakken. Oeh, veel poeder. Zien we die glow? Het is gewoon alsof ik een highlighter op heb. Oké, nou als je deze opdoet, hoef je geen highlighter meer te hebben. Dit is wel heel glanzend. Oké, ik ga niet te veel opdoen. Ik ga het gewoon zo laten hoor. Ik vind het op zich wel iets te hebben voor mensen die misschien niet per se van een heftige highlighter houden. Die hebben dan nou een soort van blush en highlighter in één. Dus ik vind het wel oprecht mooi. Ik had het niet zo mooi verwacht, want ik ben normaal echt niet van de heftige glow blushes. Ik vind het wel mooi, maar is het echt per se mijn ding? Omdat ik ook al een heftige highlighter altijd opdoe, misschien niet per se. Maar ik vind hem wel mooi. Ook van hun heb ik de meest cute highlighters gehad. En dat zijn deze. Kijk hoe cute! Dit is een banaan, die heet ook echt banana. En dit is een pineapple. Super cute. Deze is meer goud en deze is meer champagne. Dus ik ga even voor deze banana. Nou, dat die heel veel glowt is juist wat ik wil. Dus ik hoop dat ik hem mooi ga vinden. Ik ga hem gewoon even zo random swatchen. En dit is dan de kleur. Of valt het op dat de blush bijna evenveel glow heeft als de highlighter? Oh! Wauw, dit is echt mooi jongens. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Dit is echt up my lane. I like it. Ook een beetje hier. Dan pak ik ook een beetje voor mijn binnenste ooghoek. Om die gewoon iets heftiger te maken. En dan pak ik ook een beetje voor op mijn neus. Om daar ook een soort van glow aan te brengen. Oh, ik heb iets te veel gedaan. Oh my god. I like it. Ik vind deze echt heel mooi. Ik ga deze allebei houden. Because I like it. En de andere blush die ik nog niet heb gebruikt. Die ga ik dan in een winactie doen. Nou dan als laatste de lippen. Ik heb hier een Revolution lipstick. In samenwerking met Sov. En dit is de kleur Cake. En dit is een hele mooie nude rozige kleur. En dan setting spray van Makeup Obsession. Dat is ook een tak die onder Revolution valt. De Fit Fix setting spray. En dan zijn we klaar voor nu. Oké, nou dit is dan de look die is geworden. Ik vind het een hele mooie look. En wat vind ik met name van de nieuwe producten? Het Cut Crease product is echt geweldig. I really love it. Dit oogschaduwpaletje, echt prachtige kleuren. Ik vind de chocoladepaletjes van hun, ik heb er echt een heleboel. Ik vind ze altijd gewoon een medium. Ik vind ze nooit echt heel super goed. Ik vind ze ook niet heel slecht. Ze zijn gewoon mwah. Ik heb altijd iets van, ik heb betere soorten paletjes, maar ik heb ook zeker slechtere. Het is gewoon oké voor de prijs en je kunt een hele mooie look maken. Ik vind alleen wel dat de glitters iets beter hadden kunnen meewerken. Maar voor de prijs, ja, het zijn gewoon altijd wel oké, paletjes en super mooi. En over de blushes, ja, ik heb al gezegd, ik vind ze mooi, maar wel echt een glow. Als je daarvan houdt, vind je ze zeker mooi. En de highlighters zijn echt zo cute en zo heftig en mooi. Kijk, ik ben ook echt benieuwd of ze ook echt lang blijven zitten. En dan de twee hoofdrolproducten van vandaag, de foundation en de concealer. Brachten allebei heel fijn aan, vooral de concealer vind ik heel mooi. Wat ik al vertelde is dat mij opvalt met de foundation. Het is echt een beetje een plakkerige foundation. Ik heb ook nou echt een full face make-up op. En ik merkte ook dat hij het niet heel fijn vindt als ik er nog heel veel poederproducten op doe. Dus ik denk dat deze foundation meer geschikt is als je niet al te veel make-up op gaat doen. Als je gewoon gaat voor een beetje een naturel finish. De bronzer kon ik ook niet meer heel goed blenden. Ik moest het er een beetje indrukken omdat ik anders de foundation eraf blende. Ik vind het wel heel erg mooi. En ja, vooral voor in de winter is zo'n foundation gewoon ideaal. Wat mij ook opvalt is dat hij wel echt gelijk hier in mijn lachrimpeltjes gaat. Dat vind ik ook minder. Dus ik heb het gevoel dat hij niet echt heel lang op mijn gezicht goed blijft zitten. Maar ik ben benieuwd. Ik kom straks sowieso terug. Ik kom wel pas laat terug. Dus waarschijnlijk slaapt iedereen hier al. En dan kan ik niet nog praten. Maar ik ga het wel laten zien en erbij vertellen via
tekst wat ik ervan vind. Nou mensen, ik sta nu in mijn badkamer. Mijn make-up zit er nu ongeveer drie uur op. En mijn huid ziet er op zich echt nog wel mooi uit. Het is gewoon heel mooi. Het is wel echt veel dekking, maar wel gewoon echt een mooie dekking. Wat mij wel opviel is dat het echt in mijn lach rimpels gaat en echt ook echt ver omhoog. Dat heb ik meestal niet. Maar als ik het gewoon zo een beetje druk, dan gaat het weer weg. De concealer is geweldig. Die crease totaal niet. Heeft een mooie dekking. Ja, ik vind mijn huid heel mooi smooth. Het zit er nog maar 3 uur op, dus we hebben nog een hele lange tijd gaan. Maar ik wilde even een quick check-up doen. Nou, dan zie ik jullie straks weer. Nou mensen, ik kon niet meer praten, want het was al 3 uur 's nachts. Dus iedereen sliep al, maar ik wilde toch even laten zien hoe mijn make-up erop zit. Mijn make-up zit er nou al 9 uur op en dat is op zich een vrij normale tijd. Maar de foundation is wel echt aan het afbreken. De concealer niet, maar de foundation om mijn neus en om mijn mond heen en zo is helemaal aan het afbreken. Dus het is echt geen long wear foundation. Ik moet zeggen dat ik deze foundation alleen zou aanraden in de winter als je echt een droge huid hebt. En ook als je niet al te veel make-up meer erop gaat doen en gewoon gaat voor een natural everyday finish en het ook niet te lang wilt dragen, dan is hij oké. Maar als je echt iemand bent als mij die de make-up superveel opdoet en heel lang erop laat, gaat het niks zijn voor jou. Dan ga ik toch liever voor de normale Conceal & Define Foundation. Nou, dit was het dan voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!